Welkom bij deze video-workshop over Soluto, een handig tooltje waarmee je de opstarttijd van je computer kan verminderen en hem met een beetje geluk ook wat sneller kan doen draaien. Je vindt het tooltje op soluto.com, waar je op de downloadknop klikt om het installatiebestand binnen te halen. De installatie is vrij eenvoudig en daarna herstart je je computer zodat het toetje het opstartproces kan analyseren. Tijdens het opstarten kan je die analysatie meevolgen aan de linker onderkant van je bureaublad waar je ook een timer te zien krijgt. Zodra dat timer afgelopen is krijg je een link naar het hoofdvenster van Soluto en dat ziet er dan ongeveer zo uit. Hier kunnen we lezen dat ons opstartproces 3 minuten en 1 seconde heeft geduurd en dat er 75 applicaties mee opgestart zijn. Hier worden die die allemaal samengevat in drie categorieën. De no-brainers, die kan je zonder problemen uit het bootproces verwijderen. Als we die er allemaal uitgooien, het zijn zeven apps, dan kunnen we 16,7 seconden winnen. We zullen eens kijken wat er hier staat. Door gewoon met je muis erover te gaan, wordt dit helemaal getoond. We zien er onder andere iTunes staan, zelf gebruiken we het niet en het neemt toch 5 seconden van ons leven in beslag om dat op te starten, dus die gaan we eruit halen. Zodra je met je muis boven een van die programma's blijft hangen, wordt de informatie uitgeklapt zodat je meer kan lezen wat het programma juist doet. De recommendation vertelt je wat je het beste doet met dit opstartprogramma. Hier staat if you use an Apple device, dus als je een toestel van Apple hebt, dan moet je het delayen en anders pauzeren. Wat is het verschil? Als je het pauzeert, wordt het gewoon volledig uit het bootproces gehaald. Het wordt dus niet mee opgestart. Wil je iTunes gebruiken, dan zal je het zelf moeten opstarten vanuit het menu in Windows. Delay wil zeggen dat het wel mee mag opstarten, maar pas na een tijdje als alle essentiële processen afgelopen zijn. Daarmee zal je sneller andere dingen kunnen doen op je computer, terwijl in de achtergrond de gedelegeerde, de uitgestelde programma's worden geladen. Op dit moment zit het nog in ons bootproces. Je kan hier ook kijken wat andere gebruikers hebben gedaan van Soluto. Je ziet dat zo'n 97% het in zijn bootproces houdt, 1% vertraagt het, stelt het uit en 2% pauzeert het. Wij gaan het pauzeren, want we hebben het niet nodig. En zo gemakkelijk is dat. Je zal zien dat iTunes hier nu in een nieuwe categorie zit: de Removed Application. Voilà. Wil je die terugzetten, dan doe je gewoon hetzelfde, maar dan klik je hier op in boot. Als je nu meerdere programma's hier hebt staan, dan kan je die ook allemaal meteen terugzetten door hier undo all te doen en dan wordt alles weer bij het oude. We zullen ook nog eens voor de lol een van deze programma's gaan uitstellen. Bijvoorbeeld Messenger 10 seconden, dat is toch ook niet niks. De meeste mensen houden het gewoon in hun boot, maar wij zijn niet zoals de meeste mensen. Dus delay. Voilà, zo simpel is het. Meer is er eigenlijk niet aan. Hierboven kunnen we zien dat onze volgende boot nog maar 2 minuten en 45 seconden zou mogen duren. Dus we hebben toch zo'n 16 seconden gewonnen door één applicatie uit de boot te halen en eentje uit te stellen. Als je Soluto een tijdje gebruikt hebt, dan kan je hier beneden op History klikken. En dan kan je zelf je opstartgeschiedenis zien. Een blauw bolletje geeft aan dat je computer opgestart werd. Twee weken geleden duurde dat 3 minuten en 11 seconden. En 1 week geleden 3 minuten en 27 seconden. Intussen hebben we ook nog iets van Logitech geïnstalleerd. En hier kunnen we zien Evernote geïnstalleerd en Speedfan verwijderd. Na een aantal weken of maanden Soluto gebruikt hebben geeft dit een handige grafiek. Waarbij je een betere inzicht krijgt wat het installeren en deinstalleren van programma's. zowel met je opstartproces doet. En dat is eigenlijk alles wat je van Soluto kan zeggen. Het is heel eenvoudig gehouden en dat kunnen we alleen maar appreciëren.